Mega kunstwerk in Haas wacht het op bestemming. Zo is eigenlijk gaan rollen. En het is natuurlijk fantastisch om van zo'n beroemde kunstenaar hier zo'n mooi beeld te hebben. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Het is 14 meter heeg, meer als 4 ton zwier. En het staat al een jaar op de industriehaven in Haas. Een mega kunstwerk, 20 jaar lang maken troch Frank Stella van de stad Miami. Maar het kwam daar net. Dit is hem, de Broken Jug. Al haast 20 jaar zwalkjens maken in Cherbourg. En ooit bedoeld van Miami. Maar uiteindelijk op het industrieterrein van Haas bedaren. Job Mulder van het cultuurproject Sense of Place kreeg de lucht van dat het ontmantelen werd zo en verskipt naar Amerika. Dat moest maar net vonden. Hij zocht contact met de gemeenten Haas en Zuidwest-Friesland. Het is natuurlijk fantastisch om van zo'n beroemde kunstenaar hier zo'n mooi beeld te hebben. In Haas en Zuidwest-Friesland binnen de eerste reacties positief. En een van de plekken waar we ook hebben gekeken is een beetje in het grensgebied met Zuidwest-Friesland, op of rondom de dijk. En de kunstenaar zelf was daar wel erg tevreden over. Twee weken in kwam de trein 80-jarige Stella naar Haas om te praten en de Chen naar een gadelijk plak. Op een zediek tussen Haas en Zurg, precies op de grens van het gemeente. Dat liep de kunsten wel wat. Het kan net bij een beautiful place. Maar als het er komen kan, hing het nog van een heel soort zaken af. De kent het überhaupt op het diek? Hoe zocht het wetenschap dat je noemt? En wat binnen dan de kosten? Orenplakken ben ik mogelijk. Ja, we zijn er nog niet. Het moet echt nog voeten in aarde krijgen. Ja. Lekker toch? Een uitdaging. De maat is toch heel wat wetter toch het waard voordat het zafier is. Je stempelkaart voor de fietsoversterrentocht verhandel je via de website van de stichting. Dat kan het meer. Het bestuur had besloten de vraag- en aanbodfunctie op haar website eruit te halen. Om ter hieltijd op een nieuw fraude pleegd wordt, had de organisatie besloten om op te houden met de trochverkeer via haar website. Op de eigen marktplaats van de organisatie konden mensen een account aanmeiden en startkaarten aanbieden. Zo'n 30 mensen kochten ze een kaart, maken het geld door, maar kregen neer wat. Het zou gaan om 12 treinbeheerders. De organisatie had al ongeveer te dienen bij de politie. Jong en oud verbinden. Dat is het idee van de tientallen griëntetuntjes die het online binnen troch basisschool Ben in Oudegeer, Smellingeloon. Naar een man van plan binnen jullie de eerste plantjes in de groen zetten. De griëntetuntjes binnen online op een stukje gers tussen het ruimcomplex Jonkerssteeg en basisschoolen De Diamant. Bij een prijsvraag troch het PCBO onderwijs in Smellingeloon woonde schoolen €5000. We maait de bakken, de groen en de plantjes kocht binnen. Nou, maar de griëntetuin vaart verbindingswaardig tussen jong en oud. We rollen samen vet zwaargen en alle griënte kleren samen op te eten. Er komen aardbeienplanten en er komen nog bloem voor de bijen en de vlinders. En er komt ik nou griënte in. Terug de oude ruimte wordt er langer ontzettend aan griëntetuin. Want hoe het er eerst bij laai? Nee, waarloos denk ik erom. He, uiteindelijk... Al die lang jaren en er gebeurde niks. En nu ben ik een stapmond aan het uiteindelijk. Ik vind het een heel goed idee. De hoop is dat toch het project de ouderen minder eenzaam binnen. En de bijna die het door leren over griënten. Ja, blender. De jeugd. Hè? Wie had ik jeugd geweest. En de ouders hebben u ook wat bijgebracht en het onderwijs. Want de ben, dat is de toekomst. Cambuur, mat het van een jong wiermeidje in Almere City. De Leuten speel je dan de return in de play-offs. De ploeg van trainer René Haken mat Joert winnen of mij een heeg puntental league speel je om de volgende ronde van de play-offs te breken. Haroune Vreed eindigt het eerste duel in het Cambuurstadion in 2-2. Als Cambuur wint, dan is de volgende wedstrijd nog sneen. De wedstrijd tussen SC Cambuur en Almere City begint van jong om kwartier van jong. Een mooie dij met zinnen, Joert, maar hoe zocht man eruit? Hier is Piet Paulusma. Joen en vannacht, ja, het wordt een vrij heldere nacht, hier, met temperaturen om de bij de 3 graden heen. En de groenfrost, min in het 10 graden in het noordwesten, en min orel in het oosten. Een zwak ontmatige wind wat eerst. Morgen zinnen, ik een beetje bewolking en de temperaturen zijn 15 graden, een matige noordoostenwind. En dit weer kijk op Friesland. Zorg voor meer nieuws op uw website omroepfriesland.nl of op de Omroep-app. Nog een noffelijke joen.